Hallo, kijk van Niepte, ik ben Mark en ik ben vandaag weer terug met Roeder, Brood te trekken en Slayer. De vorige aflevering ben ik hier gebleven. En deze aflevering zie je al gelijk aan het scherm dat er ook weer bonus XP is. Zoals ik al afgelopen had. Dus daar gaan we nu even mee bezig, want ik zie dat hier voor mensen mee bezig zijn, überhaupt. Dus ik denk dat ik even toch maar overswitchen naar een andere map, andere lobby. Geval gebeuren. Ding. Dus dat lijkt me wel even verstandig. Exit de lobby. Hop. En dan gaan we even kijken. En dus de. Gaan we naar lobby 20. Ook goed. Ik vind het helemaal prima. Ik vind het helemaal mooi. Ik vind het allemaal goed. Ik vind het fijn. Er zijn natuurlijk ook wel mensen bezig. Maar hey, minder dan. Ach ja, moet in ieder geval goed komen. Ik wil dus waarschijnlijk dit weekend nog de level. Nou ja, richting de level 50 gaan. Waarschijnlijk wil ik al level 45 halen. Als ik er genoeg tijd voor heb. Moet haast wel goed komen, denk ik. Oh ja, en er is nu ook een mining en een spinning revocator, zoals je hier kunt lezen. Dus die twee skills die hebben dus nu een rework. Daar zijn ze mee bezig in ieder geval. Volgens mij kwam die iets van 2019 helemaal ooit, maar nu zijn ze bezig met de beta. Dus dan kan ik in een van de volgende afleveringen ook nog wel eens even gaan kijken hoe dat eruit ziet. Want ik heb dat eigenlijk nog niet gezien. En ik wil wel eens even kijken hoe dat eruit ziet. Dat wil wel chill lijken. En even zien of het wat makkelijker is dan het eerder had gezien. Doorgaan, we hebben in ieder geval ook nog een pulscore. Die staat bij ons. Ik weet eigenlijk bij god niet meer waarom die gespeeld hadden, maar hey, sure. I'll take it. Oké. Ja, in deze aflevering wil ik sowieso 42 defense, dus strength en attack halen. En ja, dat is mijn doel voor vandaag. Ik ben ook weer dood. Ook niet meer. Oh ja, ik heb natuurlijk ook wel even die pop pakken. Heb je even een momentje, meneer de Real Giant? Oké, ik ga even de tussentijd even een beetje. Oh, dit gaat te snel, gek. Je zag hem gewoon al een beetje opschieten, joh. Oh, oh, oh. Dat is fijn. Lekker veel damage. Oké, ik ga gewoon mijn hele inventory, of ja, zo goed als, ga ik in ieder geval volgooien met botten voordat ik pas ga graven die shit. Lijkt me misschien wel leuker te zien. Daar ook al 2-3 levels bij jou. Weet ik niet. Ik zie wel. Ik kijk wel. Kom hier. Wow, 1 damage. Dat doet veel. Hier. Take this. Hallo. Slash en dash. Zo, dikke voice packje wel. Oh. Iron cutshield. Maar ja, deze aflevering kijk ik sowieso al 2. Ja, nu gaat het veel harder. Ook met die pulse score erbij, die bulldus XP. Ah, oh, chill. Ja, als je member bent, dan krijg je 100% XP erbij. Hier krijgen we een free to play, maar 20. Je bent altijd beter dan niks, hè? Hoppakee, weer minder.
jij staat me niet aan. Jij gaat eraan. Hé, daar rijdt. En jij staat me niet aan. Jij gaat eraan. Ja, dan. Duidelijk. Duidelijk het al. Niks meer aan doen. Gelijk twee tuners even opgegeten. Ook wel even goed op te hebben natuurlijk. Om even iets dood te gaan. Dus ik ben nog wel zo gebeurd. Zo een keer dood gaan. Zo. En weer en neer. En ik zit weer te stooien met alles. Een crit van 556? 565 volgens mij. Close enough. I'll take that as a yes. Boom. Oké. Ik denk niet dat we een hele inventory vol krijgen met Pikwons, maar dan wil ik sowieso met die pulscore nog hebben. Sowieso regelen. Dat ik in ieder geval, nou ja, genoeg heb. Om een leveltje omhoog te gaan, waarschijnlijk. Lekker is dit. 2% XP boost. Oké, even kijken. 450, 423 en 499. Dat moet vandaag wel lukken. Kan zijn dat deze. You have used all your points of experience in constitution. Oh, dat. Daarom gaat het zo hard. Au. Dat zal wel een ene zijn waarom ik zoveel XP krijg. Oh wacht, ik ben pot vergeten. Kom hier! Zo, even leeg proberen jij. Kom maar. Gaan we dood. Yeah boy. Godverdomme. 200 miljoen XP in attack, magic, dungeon leaving, slayer. En wat nog meer? Wat is je aan het doen? Is mijn vraag. Vier skills, 200 miljoen XP. Daar heb je ook niks in. Ik ben ook blij dat ik op mijn mediakant 99 flexing heb, maar dit is wat anders. Waarschijnlijk is hij met Dungeon Leering met Attack, Magic en Slayer bezig. Lijkt me nogal los. En die manier is ook neer. Kijk, ik ga even potten begraven. Hoppa, level 21. Ik had er van 37 nodig. Boom, crusher. Lekker potten. Kapot knijpen. Hop, 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 hop. Zo, lekker leegbloeden jij. En die is neer. Kom hier. Ah, krijg ik nu wel even omhoog. Alles. Kom op. Weer aan de 20 seconden, maar dat moet toch kunnen. Hoppa! Nou, het dekker strijkt sowieso. En ik heb combat level 50 trouwens. Yay! Nou, dan komt gelijk die bus nog even achter. Helaas geen pulscore meer, maar juist.
zijn er in ieder geval level 50 totaal. Dat is mooi. Bone Crusher. Void Armor. A Void Knight Equipment. En Void Knight Mace. Void Knight Equipment. En Combat Ability Berserk. Top. Helemaal top. Ik vind het helemaal mooi. Behalve, ik ga nu deze aflevering afsluiten. De volgende aflevering ga ik dus waarschijnlijk wel even wat langer maken. Vanwege dat ik nu ook alle skills weer natuurlijk weer vanaf het begin af aan weer moet trainen natuurlijk. Nou ja, niet helemaal vanaf het begin af aan. Maar ik moet natuurlijk wel heel die progressiebar helemaal weer vullen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef like op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer. Later.